Wat ik een pijnpunt vind, is eigenlijk dat de debatten heel vaak gevoerd worden op, op korte termijn en inzoomend op details. En elk, allez, elk detail doet ertoe, dus dat wil niet zeggen dat dat op zich een probleem is. Maar het probleem is misschien dat er dan weer iets te weinig de meer structurele lange termijn debatten gevoerd worden. En dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld. Een Vlaamse regering, die vorige legislatuur, spreek ik over, een document maakte, de visie 2050 van waar moet Vlaanderen staan in 2050. En dat was eigenlijk een redelijk goed document, vonden wij ook vanuit Groen. Dus als je dat, 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 dat klimaatneutraliteit was belangrijk, het maken van een circulaire economie. Um, uh, armoede verminderen, veel natuur. Allee, alles wat daarin stond was van ja, eigenlijk inderdaad, hè, da daar zouden we moeten geraken in 2050. Nu, er is op zich niet zoveel debat over geweest, over dat document. Maar je ziet dan dat de beleidsmaatregelen op korte termijn, waar die visienota op lange termijn dan die richting uitgaat, hè, de, goede, de goede kant op. ...dan werden er heel veel korte termijn maatregelen genomen die dan de andere kant uit gingen. En ik vond het dan heel bizar dat een parlement dat die visienota wel ook heeft, denk ik, zelfs goedgekeurd... tenminste minstens de kennis van genomen heeft, dan niet de reflex heeft om te zeggen... ...ja, wat je nu doet op korte termijn past helemaal niet in waar we het eigenlijk over eens waren... ...waar we in de lange termijn moeten gaan. En het is dat soort uh, bij, bijziendheid, denk ik, dat, er, dat ervoor zorgt... Uh, dat dat soort verkeerde beslissingen kan, kan blijven genomen worden. Dat de, de, de lange termijnvisie is bijna een schaaplapje of een excuus om te zeggen maar op lange termijn gaan we dat doen, maar op korte termijn gaan we nu toch nog even eerst dit. Dus uh, ik vind dat, uh, nu dat is, dat is iets van, het, van de politiek in het algemeen misschien, Allee, dat is daarom niet uh, een, een, een rechtstreeks verwijt aan het Vlaams Parlement, maar dat is, ik heb dat in, in het parlementaire werk wel, wel zien gebeuren.